In dit filmpje gaat het over het werk van de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn. We kijken naar zijn opvattingen over hoe de wetenschap zich ontwikkelt, hoe de wetenschap zich zou moeten ontwikkelen en naar de verhouding tussen Kuhn en andere denkers zoals uh, Karl Popper. We kunnen zeggen dat met Kuhns werk de wetenschapsfilosofie een historische wending neemt. Dat wil niet zeggen dat Kuhns werk zo uh, historisch is, hoewel dat wel zo is en het een enorme invloed had op de wetenschapsfilosofie. Maar met name dat de wetenschapsfilosofie volgens Koen zich meer aan moet trekken van de geschiedenis van de wetenschap en de ontwikkeling daarin. Uh, voor Koen was het namelijk zo dat veel wetenschappers met name deden aan een soort prescriptieve of prescriptieve wetenschapsfilosofie. Binnen zo'n prescriptieve wetenschapsfilosofie wordt door filosofen aan wetenschappers voorgeschreven wat ze moeten doen. Vaak of in ieder geval soms, zonder dat daarbij erg veel rekening werd gehouden met wat wetenschappers feitelijk doen en met wat wetenschappers feitelijk zouden kunnen doen. Een alternatief voor zo'n prescriptieve wetenschapsfilosofie is een descriptieve wetenschapsfilosofie. Binnen een dergelijke wetenschapsfilosofie wordt vooral beschreven wat wetenschappers feitelijk doen en wordt geprobeerd daarin structuren te ontdekken die filosofisch interessant kunnen zijn. Bij Koen zie je eigenlijk een mengvorm van beide. Want hij zegt namelijk dat de prescriptieve wetenschapsfilosofie, wetenschapsfilosofie die vooral beschrijft wat wetenschappers zouden moeten doen, meer gebaseerd zou moeten worden op een historische of descriptieve wetenschapsfilosofie. Oftewel, wat wetenschappers zouden moeten doen, heeft vooral te maken met wat ze nu al feitelijk doen. Of nog anders gezegd, Koen is relatief tevreden met. De manier waarop wetenschappers tot dan toe hebben gewerkt. Uh, en hij vindt dat ze dat ook vooral zo moeten blijven doen. Maar om die claim hard te kunnen maken, moet hij natuurlijk wel eerst duidelijk maken wat ze doen en wat ze hebben gedaan in het verleden. En daar besteedt Koen, zoals we zullen zien, dan ook vrij veel aandacht aan. Een centrale rol binnen het werk van Koen wordt gespeeld door het begrip of het concept paradigma. Kuhn geeft twee soorten definities van paradigma, hoewel, uh, als je ze feitelijk telt uh, in zijn uh, hoofdwerk The Structure of Scientific Revolutions, vele tientallen definities van paradigma voorschijnend te komen. Maar daaruit vallen er twee uh, te abstraheren die de moeite waard zijn. Allereerst de zogenaamde smalle of uh, enge definitie. Uh, onder die definitie is een paradigma eigenlijk een voorbeeld van uitzonderlijk goede wetenschap. Bekende voorbeelden van paradigma's zouden dan zijn uh, de werk van Nicolaas Copernicus, het werk van Einstein, het werk van Newton en misschien in een zekere zin ook het wetenschappelijke werk van Aristoteles. Dit zijn allemaal he, concrete werken of concrete oevers of concrete experimenten die zijn gedaan die voorbeelden zijn van uitzonderlijk goede wetenschap. En uh, als zodanig zijn zij dan ook een toetsteen voor verdere wetenschapsbeoefening. Dat wil zeggen, uh, andere wetenschappers proberen in hun werk zoveel mogelijk als een Newton of als een Einstein hun werk te doen. Natuurlijk zonder exact te doen wat Newton en Einstein deden, want de wetenschappers die proberen wel iets anders te doen, proberen een zekere vernieuwing te brengen. Naast deze smalle definitie van paradigma is er ook de brede definitie van paradigma. Volgens die brede definitie van paradigma is een paradigma een gemeenschappelijk referentiekader. Een gemeenschappelijk kader waar wetenschappers naar verwijzen als zij aan willen geven of als zij uh, hun werk willen duiden en hun werk willen omschrijven. Dat gemeenschappelijke referentiekader bestaat uit een aantal zaken. Allereerst bestaat het uit een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijke manier van spreken over de werkelijkheid. En um, dat is niet vreemd, want er is natuurlijk heel wat wetenschappelijk jargon. Zoals je alleen al merkt als je een schoolvak volgt, waarin je vaak met allerlei termen wordt geconfronteerd. die uit de wetenschap komen waar dat schoolvak op is gebaseerd. Ten tweede bevat dat gemeenschappelijke referentiekader een stelsel van aanvaarde wetten en theorieën. Um, bijvoorbeeld binnen het Newtoniaanse paradigma. Zijn belangrijke aanvaarde wetten? De bewegingswetten van Newton. En met aanvaard wordt dan ook bedoeld dat ze voor waar aangenomen worden. En tenslotte bevat ze ook voorbeelden van uitstekend wetenschappelijk onderzoek. De brede definitie van het paradigma sluit dus de smalle definitie in. Want ook die voorbeelden behoren tot het paradigma. Nou, het belangrijke punt van uh, Koen is dat. Wetenschappers um, werken altijd binnen een dergelijk paradigma, en dat zich in de geschiedenis van de wetenschap ontwikkelingen in die paradigma's voor hebben gedaan. En daar gaan we zo meteen naar kijken, maar we kijken eerst even naar een voorbeeld van een paradigma. En dit voorbeeld is uh, het voorbeeld van het paradigma van het behaviorisme. En het behaviorisme is een theorie binnen de psychologie die uh, aan het, uh, zeg maar, halverwege het midden van de vorige eeuw, uh, of, uh, ja, halverwege de, de vorige eeuw in het midden van de vorige eeuw een hoge mate van populariteit onder psychologen genoot. Nou, uh, het paradigma moet dus, als we kijken even naar de brede definitie, uh, allereerst werken met een gemeenschappelijke taal. Nou, onderdeel van die gemeenschappelijke taal zijn bijvoorbeeld de begrippen versterken. En uitdoven. Dan gaat het om aanvaarde uh, theorieën en wetten. Nou, algemeen aanvaard binnen het behaviorisme is bijvoorbeeld dat leren hetzelfde werkt in alle wezens. Voor zover die wezens natuurlijk kunnen leren. Dat wil zeggen, we hebben hiernaast een plaatje van duiven die uh, iets aan het leren zijn. Uh, of vogels in ieder geval. En uh, hoe zij leren, dat werkt. In een zekere zin hetzelfde dus als hoe wij leren, uh, alleen uh, de mechanismes die ervoor zorgen dat uh, vogels iets leren, die zijn in zoverre beperkt dat vogels maar mm, minder, die een stuk minder kunnen leren dan wij kunnen leren. En hoe werkt leren dan? Uh, dat is de tweede aanname eigenlijk die onderdeel is van het paradigma. Nou... Um, het werkt door middel van versterken en uitdoven. Dat wil zeggen, als, als een bepaald gedrag wordt vertoond, dan als daar een beloning op volgt, dan wordt dat gedrag versterkt. En als er een afstraffing op volgt, dan wordt dat gedrag uitgedoofd. Dan, wordt, uh, dat, dan is het zo dat uh, dat gedrag daarna ook minder vertoond zal worden. Nou, het voorbeeldje wat je hiernaast ziet, hè, de foto die je hiernaast ziet, uh, dat is een voorbeeld van een, van een experiment hè, waarbij vogels. Een balletje over moet tikken, en waarbij het succesvol over tikken van dat balletje leidt tot een beloning, en het niet succesvol over tikken van het balletje niet leidt tot een beloning. Ook dat, zo'n experiment, zou onderdeel kunnen zijn van het paradigma van het behaviorisme. En je ziet dus dat het paradigma een soort achtergrond vormt van al het verdere wetenschappelijke onderzoek wat binnen de psychologie die uitgaat van het behaviorisme wordt gedaan. Oké. Okay. Nou, zoals daarnet al gezegd, Kuhn gelooft heel erg sterk dat paradigma's zich in de loop van de geschiedenis ontwikkelen. En hij onderscheidt daarin vijf verschillende fases. En die fases die kunnen allemaal gekarakteriseerd worden door de mate van vertrouwen in een paradigma. Nou, uh, en we gaan gewoon eens kijken naar al die fases. Het is overigens zo dat uh, het gaat telkens om het groei en verval van een paradigma. Dat wil zeggen dat voor een nieuw paradigma ook weer deze vijf fases zullen worden te lopen. en dat er dan later weer uh, eventueel andere paradigma's kunnen ontstaan. Uh, excuse, het zijn, het zijn vier uh, fases. Uh, hoe zit dat? Nou, we beginnen met, met de, de, de onvolwassen fase. Nou, in de onvolwassen fase van een wetenschap is het zo dat er eigenlijk nog geen paradigma is. Dat wil zeggen, op een gegeven moment ontstaan er soms hele nieuwe wetenschapsgebieden. Uh, neem de filosofie, maar neem ook de psychologie, die op een gegeven moment zich afgesplitst heeft van de filosofie. Neem de natuurwetenschappen of de natuurkunde, die zich op een gegeven moment afgesplitst hebben van de filosofie. Er zijn op dat moment nog niet echt uh, paradigma's voor die wetenschappen. Dus is er ook nog geen vertrouwen in een bepaald paradigma, want er is gewoon nog geen paradigma. Dan is het zo dat er op een gegeven moment een paradigma ontstaat. Dat wil zeggen, zou je kunnen zeggen, dat, dat er een groep wetenschappers is die op een gegeven moment vertrouwen krijgen in een bepaalde manier van spreken over de werkelijkheid, in bepaalde theorieën of wetten en in de juistheid van bepaalde experimenten. Op dat moment betreden wij de normale fase van de wetenschap en van de desbetreffende wetenschap, of eigenlijk de normale fase van het desbetreffende paradigma. En het vertrouwen in dat paradigma is op dat moment natuurlijk heel erg hoog. Wat doet een wetenschapper tijdens de normale fase? Hij probeert, zo zegt Koen, puzzels op te lossen. Waarom puzzels oplossen? Zit hij dan letterlijk met, puzzelstukjes, eh, van, met puzzels van duizend stukjes te leggen? Nee. Maar eh, het soort probleem, of het soort kwesties waar de wetenschapper zich tijdens de normale fase mee bezighoudt, dat zijn. Problemen die wel iets weg hebben van een puzzel. Een puzzel is namelijk iets waarvan we weten dat het oplosbaar is, ook weten hoe we het op moeten lossen, en dat opgelost kan worden door gewoon beter ons best te doen. En tenslotte iets dat in een zekere zin uh, triviaal is, dus niet zo heel erg. Uh, ...belangrijk is. En Kuhn zegt, dat is nou precies, zijn nou precies de vier kenmerken... ...van uh, het soort problemen waarmee een wetenschapper zich in de normale fase van een paradigma bezighoudt. De wetenschapper heeft er op dat moment vertrouwen in dat hij bepaalde problemen... Uh, ...die heersen binnen dat paradigma... Uh, ...op kan lossen. Op het moment dat uh, we in zo'n normale fase van de wetenschappelijke ontwikkeling zitten... Twijfelt de wetenschapper niet aan het paradigma, maar probeert hij de uh, problemen op te lossen die zich binnen dat paradigma voordoen? Nee, om het voorbeeld van uh, het behaviorisme maar aan te halen. Gaat er allang vanuit dat leren gaat op de manier zoals het behaviorisme werkt. En probeert dan bijvoorbeeld te begrijpen hoe we een dergelijke manier van leren uh, kunnen terugzien uh, in varkens of in mensen. En hoe een uh, dergelijke manier van leren toch verschillen tussen het leren in uh, dieren en het leren in mensen uh, mogelijk maakt. He, allemaal zaken waarvan hij aan kan nemen uh, dat het een op te lossen probleem is. Waarvan hij eigenlijk weet hoe hij het op moet lossen. Waarvoor hij gewoon zijn best moet doen door middel van experimenten en onderzoek om het te doen. En in zoverre triviaal dat het niet uh, twijfel oproept over het paradigma zelf. Tegelijkertijd is het zo dat gedurende dat onderzoek uh, er ongetwijfeld uh, zaken zullen optreden die niet goed passen binnen uh, het paradigma, zaken die niet uh, te rijmen zijn met het paradigma, zaken die misschien daardoor ook het paradigma in twijfel trekken. Nou, ontdekkingen die niet passen binnen een paradigma, die worden door Koen uh, anomalieën genoemd. En als er op een gegeven moment voldoende anomalieën zijn, dan ontstaat er een crisis. En zoals je kunt zien is het zo dat er in uh, de crisissituatie uh, een, enorm, een enorm laag vertrouwen is in het heersende paradigma. En eigenlijk direct na de crisissituatie of na de crisisfase ontstaat de fase van de wetenschappelijke revolutie. En in deze revolutionaire fase komen er allemaal uh, uh, alternatieven op. En die alternatieven, uh, dat zijn dus nieuwe paradigma's. En die nieuwe paradigma's, dat zijn paradigma's waarin nog niet binnen een bepaalde wetenschap absoluut vertrouwen is. Maar de wetenschap gaat weer. Op zoek naar één paradigma. Want volgens Koen is er altijd binnen een bepaalde wetenschap maar één heersend paradigma. En op het einde van de revolutionaire fase zal er één zo'n paradigma zijn. dat voldoende vertrouwen heeft verworven om het enige nieuwe heersende paradigma te worden. Het paradigma wat hier met alternatief één wordt aangeduid. Natuurlijk zal na de revolutie het vertrouwen in dat paradigma nog niet zo groot zijn. als het vertrouwen in, een, in het eerdere heersende paradigma. Omdat er natuurlijk nog wat uh, ontwikkeling van dat paradigma noodzakelijk is. Maar op een gegeven moment zal ook dat paradigma weer echt uh, uh, het vertrouwen hebben dat elk paradigma binnen een normale fase heeft. En kan er ook weer begonnen worden met het puzzelen. Dan zullen er later wel weer crisis optreden, revoluties, et cetera. En zo gaat de wetenschap maar door. Om uh, dat behaviorisme maar weer eens aan te halen. De belangrijkste crisis in het behaviorisme kwam door het werk van de Amerikaanse taalkundige en filosoof Noam Chomsky. Uh, Chomsky zei: Nou, laten we eens kijken naar het leren van taal. Als we kijken naar het leren van taal, dan is het zo eigenlijk dat de stimulus, dat wil zeggen de taal die aangeboden wordt, lang niet rijk genoeg is en ook bovendien hartstikke veel fouten bevat om te verklaren hoe mensen door middel van uh, uitdoven en um, uh, stimuleren um, zo'n taal kunnen leren. En je Krijgt als jij een jong kind bent, zoveel slechte taaltotje en zoveel warre gezinsconstructies, dat het eigenlijk onmogelijk lijkt om middels het behaviorisme te verklaren hoe uh, je uiteindelijk toch zo'n goed taalgebruiker kunt worden. En uh, eigenlijk was het werk van Chomsky eigen handig genoeg om een crisis in het behaviorisme te veroorzaken, waardoor het behaviorisme uiteindelijk ook veel minder populair werd, en waardoor allerlei andere paradigma's de kans kregen om te strijden om de titel Heersend Paradigma. Nou, wat we zien in het werk van Koen, of wat we daarnet hebben gezien in het werk van Koen, was eigenlijk voornamelijk descriptie, was descriptief. Het liet vooral zien hoe de wetenschap zich heeft ontwikkeld. Maar we gaan nu over naar het prescriptieve gedeelte van het werk van Koen. En daarin pakken we meteen het contrast mee tussen Koen aan de ene kant en Popper aan de andere kant. Kijk, Popper zegt, wetenschappers moeten eigenlijk constant openstaan voor revolutionaire inzichten, in de terminologie van Kuhn. Inzichten die het paradigma ter discussie stellen. Inzichten die fundamenteel onze wereld op hun kop kunnen zetten. En Kuhn is het daar pertinent mee oneens. En in die zin is, zou je kunnen zeggen, dat Popper een stuk progressiever is en Kuhn een stuk conservatiever. Want Kuhn zegt namelijk, wil wetenschap... Uh, zich ontwikkelen, wil wetenschap uh, daadwerkelijk uh, kunnen werken zoals het nu feitelijk werkt, dan moet je uh, een zekere mate van behoudendheid hebben. Dan moet je niet bij, ieder, uh, bij iedere anomalie die je tegenkomt, meteen jouw paradigma overboord gooien. Want dat paradigma is, uh, biedt bepaalde achtergrondaannames en bepaalde methodes die je nodig hebt om überhaupt iets te kunnen onderzoeken. En daarom is zo'n normale fase van wetenschappelijke ontwikkeling of van de ontwikkeling van een paradigma uitermate belangrijk. Maar zegt Koen, tegelijkertijd kan een paradigma onwerkbaar worden, en daarmee zijn ook revolutionaire fases of is de crisisfase heel erg belangrijk. Dus Koen is aan de ene kant iemand die behoudend is, want hij zegt we moeten het paradigma een kans geven en we moeten niet het paradigma bij het minst of geringste uh, uh, het raam uit doen, maar we moeten ook inzien dat het paradigma... op een gegeven moment sleet wordt, oud wordt, niet meer werkzaam... en dan wel degelijk verworpen moet worden. Nou, als een paradigma verandert, is er dan sprake van wetenschappelijke vooruitgang. Um, Koen zegt, in ieder geval zal dat onvermijdelijk zo lijken. Wij leven immers na zo'n revolutionaire fase... Uh, bij ons heerst er inmiddels een nieuw paradigma. Uh, en dat paradigma biedt bepaalde fundamentele aannames. die heel anders zijn dan de aannames van het voorgaande paradigma. En we gaan ervan uit dat die aannames waar zijn. en dat wij daarmee dichter bij de waarheid zijn gekomen. dan de aanhangers van het voorafgaande paradigma. Um, maar, zegt Koen. Uh, dat is misschien niet zo, want je zou kunnen zeggen: eigenlijk is niks meer hetzelfde. Koen zegt zelfs: de, um, de wetenschappers die in een, binnen een bepaald paradigma werken die leven in een andere wereld dan wetenschappers die binnen een ander paradigma werken. En als zij echt in een andere wereld leven. Hoe kun je dan nog zeggen dat jouw uh, manier van wetenschap bedrijven een beter beeld geeft van die wereld dan de manier van wetenschap bedrijven van, uh, die uh, heerste binnen het vorige paradigma? En dat opzicht lijkt Koen dus tegen het idee van um, wetenschappelijke vooruitgang te pleiten. En Koen zegt ook expliciet dat hij uh, het uh, Idee dat wetenschap steeds dichter bij de waarheid komt, verwerpt. Maar tegelijkertijd zegt Koen dat er wel degelijk standaarden zijn om wetenschap te beoordelen die losstaan van ieder specifiek paradigma. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat wetenschap, wetenschappelijke theorieën nieuwe zaken moeten voorspellen en dat de voorspellingen van die theorieën moeten kloppen, dus dat ze een zekere voorspellende waarde hebben. Hij zegt dat die wetenschappelijke theorieën moeten kloppen met theorieën in andere eh, wetenschapsdomeinen. Dus als bijvoorbeeld in de theologie God ergens voor wordt aangehaald en dat is niet kloppend met eh, de natuurkundige theorieën, dan is er ergens toch een probleem. Uh, bovendien zegt hij dat een goede wetenschappelijke theorie niet maar één, één fenomeen verklaart, maar een hele hoop andere zaken ook kan verklaren, of misschien gekoppeld kan worden aan andere wetenschappelijke wetten en theorieën om nog veel meer te verklaren. En bovendien moet een goede theorie nieuwe ontdekkingen opleveren en niet gewoon blijven herhalen wat eerder al is ontdekt. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat het wel degelijk mogelijk is dat er vooruitgang is. op het moment dat je een paradigma hebt dat meer aan deze zaak voldoet. Nou, uh, tenslotte is het ook nog eens zo dat Koen zegt dat uh, wetenschappelijke nieuwe paradigma's in staat moeten zijn of in staat kunnen zijn om meer van de puzzels op te lossen die eerder niet opgelost konden worden door uh, de wetenschappers in het oude paradigma. Uh, dat de wetenschappers die um, in een nieuw paradigma werken, uh, echt volgens Koen in een andere wereld leven, dat heeft te maken met het fenomeen van de zogenaamde incommensurabiliteit. Uh, incommensurabel betekent letterlijk dat twee dingen niet te vergelijken zijn aan de hand van een gemeenschappelijke maatstaf. En Koen zegt, uh, er zijn eigenlijk twee soorten van incommensurabiliteit tussen paradigma's. Aan de ene kant semantische incommensurabiliteit en aan de andere kant methodologische incommensurabiliteit. Semantische incommensurabiliteit wil zeggen dat uh, de binnen twee paradigma's uh, altijd een verschillende taal wordt gesproken. En dat er dus een gemeenschappelijke taal ontbreekt om uh, de, de paradigma's met elkaar te vergelijken. Uh, en we zullen daar zo meteen wat meer een voorbeeld van zien. Ook is er sprake van methodologische incommensurabiliteit. En dat wil zeggen dat de gemeenschappelijke methoden... en standaarden voor het bewijs van stellingen of uh, theorieën ontbreekt. En wat Koen dus eigenlijk zegt is, omdat wetenschappers binnen de verschillende paradigma's een heel andere taal spreken, zullen ze, als ze met elkaar in discussie treden, altijd uh, langs elkaar heen praten. Want wat de een met het woord kracht bedoelt, is niet wat de ander met het woord kracht bedoelt. En bovendien, zegt Koen, uh, is het onmogelijk om. Uh, Ervoor te zorgen dat uh, er toch een gemeenschappelijke taal ontstaat, uh, waarin het niet gaat over kracht, maar waarin het gaat over uh, uh, zacht of lacht of macht en waarbij beide uh, wetenschappers uh, of wetenschappers uit verschillende paradigma's elkaar wederzijds kunnen begrijpen. He, en ook met betrekking tot de methodologie geldt ietszelfde. hetzelfde. Het is gewoon onmogelijk, zegt Koen, om aan te geven waarom een methodologie of een manier van werken of een experiment of een test uit één paradigma superieur is aan die van het andere paradigma. Nou, tenslotte, waarom is er dan zoiets volgens Koen als die semantische incommensurabiliteit? Nou, dat heeft te maken met het betekenisholisme. En. Dat betekenisholisme zijn we al eerder tegengekomen, namelijk in het werk van Quine en Kuhn is het er roerend mee eens dat uh, wetenschappelijke begrippen eigenlijk hun betekenis ontlenen aan de verbinding met allerlei andere wetenschappelijke begrippen. En tot op zekere hoogte klopt dat ook wel, want veel wetenschappelijke begrippen, bijvoorbeeld mol en kilogram uh, of uh, uh, Kelvin en ampère, uh, dat zijn allemaal begrippen die uh, wederzijds gedefinieerd zijn. He, dat wil zeggen, je gebruikt het ene begrip om het andere begrip te definiëren en het andere begrip om het ene begrip te definiëren. Dus ze krijgen allemaal hun betekenis door elkaar. En dat wil zeggen eigenlijk dat je uh, niet los van, uh, van dat geheel van begrippen een uh, begrip, een juiste uh, betekenis kunt geven. En uh, dat betekent dat je eigenlijk de hele manier van uh, spreken van iemand moet uh, veranderen, uh, wil je tot een gemeenschappelijk uh, begrip komen, of wil je uh, een gemeenschappelijke taal kunnen uh, spreken. En dat levert dus die problemen op van die semantische uh, incommensurabiliteit.